Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag voor jullie een hele leuke video, zoals gewoonlijk natuurlijk. En ik ga jullie vandaag wat vertellen en wat beelden laten zien van mij in een soort van studiootje. Ik heb namelijk, ik geloof ongeveer anderhalve week geleden heb ik bij iemand thuis die een microfoon had, een mengpaneeltje, enzovoort, enzovoort. Het was niet echt een professionele studio. Maar het leek er wel op, zeg maar. En daar heb ik het een en ander mogen zingen. En ik vond het fantastisch leuk om te doen. Ik ben daar van ongeveer 6:30 tot, ik geloof, 10:30 geweest. Omdat het zo ontzettend leuk was. En ik zou meteen weer terug willen. Omdat ik het, ja, ik vond het echt heel erg leuk om te doen. En ik heb daar het een en ander gefilmd. Of eigenlijk mijn vader. Ik had gevraagd van, pap, wil je wat dingetjes filmen als ik aan het zingen ben. En dat heeft hij dan ook gedaan. En ik wil jullie vandaag een beetje die ervaring vertellen. En een en ander van mijn beelden laten zien. Dus ik hoop dat je dat leuk gaat vinden. En dan ga ik gewoon heel snel beginnen met mijn verhaaltje. Ik heb een poosje geleden de cover gedownload van Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou? Als de liefde komt, en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Van die video had mijn vader dat doorgestuurd naar iemand die die kende, die soort van dus die mini-studio had. En zijn wij zo in contact gekomen. Uiteindelijk een afspraakje gemaakt en toen ging ik daar naartoe. Ja, dat was super leuk. Zoals ik dus al dat zei, ik ga dat waarschijnlijk te vaak in deze video zeggen, maar het was ook gewoon echt heel erg leuk. In ieder geval, ik ging daar naartoe. Ik had echt geen flauw idee wat ik moest verwachten. Mijn vader zei, verwacht er niet te veel van. Het is gewoon een beetje een amateurstudiootje, als ik het zo kan noemen. Dus niet super professioneel, maar hij had wel gewoon de juiste spullen ervoor, zeg maar. Dus ik kwam daar en we hebben eerst wat gekletst en gedronken. Ook weer hartstikke leuk. En uiteindelijk gingen we naar boven toe, naar waar al de spulletjes stonden. En hij had dan een microfoon. Hij had hele grote schermen waar dan de tekst op komt te staan. En hij had allemaal speciale apparaatjes. Ik heb geen flauw idee hoe het heet. Maar dat had hij dan gewoon in een soort van kamertje in zijn huis geplaatst. En dat was echt ja, gewoon super leuk om te zien hoe dat allemaal werkte. En ja, gewoon heel gaaf eigenlijk. Uiteindelijk toen we dan daar boven waren, had hij het een en ander uitgelegd en kon ik gaan zingen. Ik kwam daar eigenlijk oorspronkelijk om het nummer van Claudia de Breij te zingen, zodat ik die in iets betere kwaliteit had. Want normaal zing ik gewoon rechtstreeks in mijn camera en dan plak ik de karaoke versie eronder. En dan upload ik het op YouTube. Dus nu was dat natuurlijk wel hartstikke leuk dat ik het gewoon kon zingen in een microfoon. En dat het allemaal hartstikke mooi geluid was enzovoort. Dus ik stond daar en ik ging zingen en natuurlijk in het begin is dat altijd wel een beetje spannend en ik ben altijd zo'n mietje die dan daar zelfs een beetje zenuwachtig voor is. En als ik zenuwachtig ben kan ik niet mooi zingen, maar het viel me deze keer echt nog wel heel goed mee eigenlijk. Ik was niet echt zenuwachtig en het ging best wel oké, dus dat was helemaal fijn. Ik begon te zingen en ja, dat ging natuurlijk 1 keer fout, 2 keer fout, 3 keer fout. Toen ging het goed en uiteindelijk besloot ik om het op te nemen en heb ik er een mp3 bestandje van. Dus dat is super leuk. Als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? Eigenlijk vrij snel, omdat ik natuurlijk, ik kende de tekst al redelijk goed. Het was alleen gewoon even kijken van wat zijn de beste instellingen voor mij. Hoe vind ik het mooi, hoe wil ik het graag. En eenmaal als dat goed was ingesteld, konden we echt gaan opnemen dus. En dat ging dus best wel snel. Ik geloof dat we dat binnen een half uurtje, misschien een klein uurtje gedaan hadden. En ja, toen zei hij van, zijn er nog nummertjes die je misschien wil zingen? En toen had ik een nummertje van Adele, maar die had hij dan helaas niet. Zo zijn we toen wel op andere nummers van Adele gekomen. En dat was dan bijvoorbeeld Rolling in the Deep heb ik een stukje van geprobeerd. En Someone Like You. Maar ja, iedereen weet het. Adele die is vet goed in zingen. Echt, zij kan mega hoog en mega laag. En ik kan dat niet. Dus af en toe zaten daar wel wat valse noten bij. Maar goed, het ging uiteindelijk om de ervaring. En dat was gewoon hartstikke leuk. Het is leuk om jezelf eens op een
andere manier te horen. Gewoon iets professioneler als normaal. Omdat het toch wel grappig is. Hij heeft dan van die boxen staan en dan had je ingezongen. En dan ging hij je eigen stem horen. En dan zit je eerst een beetje zo van, oh mijn god, nee, dit is echt lelijk. En dan uiteindelijk ben je daar een beetje aan gewend. En dan is het hartstikke, hartstikke leuk. Dus ja, toen die nummertjes van Adele gedaan, dat was ook helemaal leuk. En dat ging natuurlijk niet vlekkeloos zoals ik al zei, maar goed, het ging om de fun en dat was er zeker. Just see my face, let your baby mind it for me. Dat geloof ik ook weer een uur geduurd. En toen zijn we nog een nummertje gaan doen. En dat was een nummertje van Amy Winehouse. En dat was geloof ik You Know That I'm No Good. En dat vind ik een superleuk nummer. En ik zing dat af en toe wel eens voor de fun. Dus ik dacht, weet je wat, ik doe die ook nog gewoon. En die had die toevallig ook staan. Dus dat komt dan perfect. En dan weer een paar keer oefenen. En alle instellingen goed zetten. En toen kon ik weer gaan zingen. Ook na een paar keer zingen was dat eigenlijk prima. En dat was gewoon hartstikke leuk. Dus eigenlijk doet is gewoon een paar keer test zingen. En als je dat hebt gedaan en je denkt, yes, dit vind ik goed, dit vind ik mooi, ik hoor mezelf goed, de microfoon staat goed. Dan had hij een speciaal kastje, zeg maar. Ik weet geen idee hoe het heet. Maar daarmee kon hij dan alles instellen zoals als het moest zijn voor het opnemen. En dat ging best wel soepel allemaal. En ja, ik kende die man ook helemaal niet. Maar uiteindelijk was het super gezellig en het klikte ook heel goed. Hij neemt zichzelf ook wel af en toe op in de studio. Af en toe is trouwens volgens mij best wel vaak. Dat was gewoon echt een hele leuke ervaring. Ik moet je eerlijk zeggen dat het stond ook op mijn bucketlist om een liedje te zingen in een studiootje. En dat kon ik dus gelukkig afstreven nog van mijn bucketlist. Ik vond het echt ontzettend leuk. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat me dat zeker weten. Laat me trouwens weten of jij ook van zingen houdt en of je wel eens in een studiootje hebt gezongen en hoe je dat dan vond. Want ik vond het best wel even bijzonder in het begin en uiteindelijk hartstikke leuk. Ik zou zo weer erheen willen gaan met 100.000 nummers en ik zou daar nog 100 avonden kunnen zitten bij wijze van spreken. Ik hoop in ieder geval dat je dit soort tussenvideootjes ook leuk vindt om te zien. Even wat snels, maar wel iets leuks tussendoor. En dan hoop ik ook dat je je wil abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik je snel weer te zien bij een nieuwe video. Doeg!